Havaait en Hofwijk Radiologie Kliniek heeft een nieuwe MRI-scan die de naam Miss Melisande draagt. Met deze MRI-scan kunnen er diverse doorsneden van het lichaam worden gemaakt. Volgens radioloog Ben Havaait was de oude MRI-scan al afgeschreven, dus moest er een nieuwe gekocht worden. Er is gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om te investeren in een geavanceerd apparaat. Die eerste MRI-scan die we hadden aangeschaft, kan je eigenlijk vergelijken met een middenklasse auto. En nu hebben we eigenlijk een Mercedes aangeschaft. Echt een topapparaat. Deze is patiëntvriendelijker doordat het wijder is. En kunnen dus een grotere, dikkere patiënten in. Het MRI-apparaat maakt tijdens het scannen een behoorlijk kabaal. Deze is stiller. Het is ook patiëntvriendelijker doordat mensen die wat stijver zijn of die met een gebogen arm of een gebogen nek in het apparaat moeten zitten, daar hebben we nu dus zogenaamde coils, dat zijn die receivers die het geluid, het magnetische signaal uitzenden en weer ontvangen. Daar kunnen we een beetje die coils adjusten, dus aanpassen aan het hoofd of een ander lichaamsdeel. En het is ook voor de laboranten gebruiksvriendelijker. Verder gaf Havaait te kennen dat het belangrijk was te investeren in een beter MRI-apparaat. Hierdoor zullen er kwalitatievere scans gemaakt kunnen worden, waardoor meer patiënten geholpen kunnen worden. Met dit nieuwe apparaat, wat ook dus verbeterde software heeft, kunnen ook bepaalde beelden kunnen scherper zijn, met name op het gebied van kankeronderzoeken. Denk met name aan kankeronderzoeken van baarmoedereierstokken, van de prostaat, leverproblemen, gaan we waarschijnlijk beter in beeld kunnen brengen. Vanaf volgende week zal het nieuwe scanapparaat volledig in gebruik genomen worden. Nu worden de medewerkers geleerd hoe om te gaan met het apparaat, zodat ze hun werk naar behoren kunnen doen.